Dag jongens en meisjes, vandaag gaan we van brandweerman Sam allemaal speelgoed uitpakken. Zijn jullie ook zo benieuwd wat we dit keer allemaal hebben? Kom snel kijken! En moeten jullie eens opletten wat er gebeurt als we de deur open doen? Let op, 1, 2... Kijk eens, de sirene gaat af, de lampjes gaan knipperen en wie komt daar uit? Brandweerman Sam en Elvis in Jupiter. En die heeft ook echt lichtjes en geluid. Zullen we snel de doos eens openmaken? Kom, laten we kijken wat er allemaal in zit. Die doos is zo groot, het past bijna niet op de camera, jongens en meisjes. Eens even kijken. Zo, kijk eens even. Wow, daar is het eerst al. Twee doosjes, laten we die eens openmaken. Oh, kijk eens aan. Wow, hey. Daar is de brandweerkazerne. Die kunnen we nog helemaal mooi in elkaar zetten. Kijk eens even. En dit komt hierin. Dan moeten we er zo inschuiven, denk ik. Eens even kijken. Oké, klik. Klik. Kijk, dan draaien we hem even om. Dan laten we dat zien zo. Kijk, dan komt hier nog een dak bovenop. Dan komt daar nog een mooie reling, zodat niemand van het dak af kan vallen. Dat is natuurlijk hoog. Zo. Zo, dan komt deze hier bovenop. Even kijken, zo. Klik. 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 Hoppakee. Dan zullen we alvast eens even een sticker op gaan plakken. Want dat kennen jullie natuurlijk wel. Van brandweerman Sam. Kijk, hier komt een mooie sticker op. Wow, hey. Dat is gaaf. Dan hebben we hier nog een mooie sticker. Die komt op de deur. Kijk eens even. Wauw, hé. Dat begint al ergens op te lijken. Nou, we zijn bijna klaar, jongens en meisjes. Let op. Hier gaan we nog vastmaken aan elkaar. Klik. Klik. En hierboven. Zo. Kijk eens even hoe gaaf. En dan hebben we dit nog. Dus kijk. Hebben we zo de draaischijf. En dan kan je zo de brandweerauto uit die deur of uit die deur laten gaan. Kijk eens even, daar zetten we deze neer met de rode stoel voor. Jawel hoor, daar is die. Commandant Staal. Hey, leuk. Dag Commandant Staal, jij mag daar gaan zitten. En jongens en meisjes, ik heb hier nog een verrassing. Kijk eens even. Dit is Jupiter, de brandweerauto van brandweerman Sam. En ik heb niet alleen commandant Staal hier vandaag, maar ook brandweerman Sam en Elvis. Dus we gaan eens even mooi laten zien wat er gebeurt als de auto uit de brandweerkazerne gaat rijden. Moeten jullie maar eens even opletten. Elvis, jij moet je helm opdoen. En brandweerman Sam, jij moet ook je helm opdoen. Dan gaan ze in de auto zitten. Dan gaat de sirene al aan, zien jullie. Deurtje dicht. Dan gaan ze draaien. Let op. Hoppakee. En dan willen ze aan die kant eruit. Dus commandant Staal drukt nog een keer op het knopje. Dat is de bel, jongens. Jullie moeten gaan rijden. En wat gaan we dan doen? Dan draaien we de kazerne even om. En moeten jullie eens opletten wat er gebeurt als we de deur open doen? Let op. 1, 2. Kijk eens, de sirene gaat af. De lampjes gaan knipperen. En wie komt daaruit? Brandweerman Sam en Elvis in Jupiter.
Hé, hey, dit is gaaf. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben weer iets gaafs van brandweerman Sam. Ja, en dit keer is het de vuurtoren. En het is zo gaaf. Hij geeft licht. Volgens mij maakt hij zelfs geluid. Zullen wij deze even snel gaan openmaken, jongens en meisjes? Kom, laten we snel gaan kijken wat erin zit. Kunnen we die er bovenop zetten? Zo. En daar zitten ook allemaal spulletjes in. Kijk eens even. Daar hebben we Mark van Brandweerman Sam. Kijk eens even. Dag Mark. Zeg eens even hallo tegen de kindjes. Hallo. Laten we deze de eerste eens even opzetten. Ik denk dat we hem er zo gewoon in kunnen klikken. Kijk, klik. Yes, die zit. Kijk, en dan zit hier binnenin een knopje. Ik denk als we daarop drukken. Kijk, dan gaat het alarm af, jongens en meisjes. En dat kennen jullie denk ik wel van de film, de tekenfilm. Hier zit ook een liepje. Als ik die eruit trek, dan denk ik dat we iets met het licht kunnen gaan doen. Oh ja, kijk eens even. Zien jullie dat? Ga ik even het licht hier uit doen. Kijk. Deze ook. En dan wordt het wat donkerder. En kijk eens even. Wow. Dan zien jullie de vuurtoren draaien. Uit. Aan. Is dat niet gaaf? Kijk nou toch wat cool. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben weer iets gaafs van brandweerman Sam. Ja, en dit keer is het een speelset waarbij brandweerman Sam een barbecue gaat blussen. Met echt water. Zullen we eens even kijken wat er allemaal in de doos zit? Kom, laten we snel het doosje openmaken. Hé, hey, kijk nou toch. Het is een hele grote waterspuit. Brandweerman Sam en de barbecue. Zullen jullie er eens even uithalen? Laten we eens even kijken wat erin zit. Zo het roostertje erin doen. En dan kunnen we een lekkere hamburger en een worstje bakken. Kijk eens even, dit is net echt. Hé, dit is grappig. Kijk, we hebben de barbecue met het worstje en de hamburger. Zo, kom maar eens even. Daar is onze vriend brandweerman Sam. Kijk eens even. Dat blijft leuk, brandweerman Sam. Zeg eens even hoi tegen de kindjes, brandweerman Sam. Hallo. En stel jullie voor, jongens en meisjes. Norbert, die kennen jullie wel uit de andere video. En van de tekenfilm natuurlijk. Norbert is lekker aan het barbecuen. Kijk. Hij heeft lekker een worstje en een hamburgertje op de barbecue en is het lekker aan het bakken. Norbert is niet aan het opletten. En als je dit te lang op de barbecue laat staan, dan kan er natuurlijk brand komen. Dus wat gebeurt er? En dat is heel grappig. Kijk, dan draaien we dit roostertje even om. Zo. En wat hebben we dan? Kijk eens even, dit is leuk. Een vlam. Kijk eens even. De hamburger en het worstje zijn in brand gevlogen. Oh nee! Brandweerman Sam moet Norbert komen redden. Dus we doen de zwaailichten aan van de kazerne. Kijk. Dan drukken we op de sirene. En dan komt brandweerman Sam er snel aan. Oh nee, Norbert, zegt hij. De barbecue staat in brand. Ik moet dit gaan blussen. Spuit er zo de vlam om. En dan is de vlam gedoofd. En dan is het vuurtje uit van de barbecue. Jee, brandweerman Sam heeft de brand geblust. Heel goed, brandweerman Sam. Nou, Norbert. Je moet dus wel een beetje oppassen met barbecuen, hè? Ja, dat weet ik, brandweerman Sam. Nou, heel goed. Nou, en dan heeft brandweerman Sam de dag weer gered.
en is het weer rustig in Piekenpolder. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Willen jullie nou een berichtje ontvangen als we weer een nieuwe video hebben? Abonneer dan op ons kanaal met dat ronde knopje hier beneden. En dan krijgen jullie gratis automatisch een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!